Zoals iedereen wel weet moeten we in 2050 met de EU en met Nederland volledig circulair worden. En om dat te kunnen bereiken is het heel belangrijk dat we ook de reststromen gaan gebruiken in Nederland. Wat we nu vaak doen is we verbranden ze en eigenlijk zouden we daar een betere bestemming voor moeten vinden. En pyrolyse is daar een van de mogelijkheden voor, dus daarom dat we naar pyrolyse kijken. Nou, pyrolyse kan ik het beste uitleggen als een proces waarbij we zonder zuurstof en bij hele hoge temperatuur een reststroom omzetten in olie en biochar. En als reststroom kun je bijvoorbeeld denken aan een afvalplastics of gras van wegbermen wat gemaaid is. En de olie die gevormd wordt kan weer gebruikt worden om allerlei chemicaliën te maken in de chemicaliënindustrie. En de biochar, een goed voorbeeld, is dat je dat kunt gebruiken in de afvalwaterzuivering om medicijnresten uit afvalwater te halen. We do projects together with the companies in the field of biomass residue. We perform pyrolysis on a self-designed auger type reactor with a capacity of 300 grams per hour. After pyrolysis, we get solid, liquid and gaseous products. We upgrade those products to increase their market value. For example, we get even a patent to lower the acidity of the pyrolysis liquid. We've also improved the production process of making briquette from biocarbon so that we can barbecue more sustainably. Wij hebben voor verschillende pyrolyse technologieën levenscyclusanalyses uitgevoerd. Bij dit onderzoek kijk je niet alleen naar de CO2-uitstoot, maar ook naar de uitstoot van fijnstof, de vorming van smog en het watergebruik. En zodoende nog 14 andere milieuaspecten. Dankzij deze levenscyclusanalyse zijn we nu te weten gekomen voor welke type reststromen je op verschillende manieren van pyrolyse deze het beste kan verwaarden, milieutechnisch gezien. Met een levenscyclusanalyse hebben we eigenlijk een compleet beeld kunnen geven van de hele technologie. En hebben we dus eigenlijk kunnen kijken van welke stappen in de technologie zijn nou eigenlijk beter of slechter ten opzichte van het alternatief. We hebben eigenlijk dankzij dit project echt de kans gekregen om studenten van heel dichtbij kennis te laten maken met pyrolyse technologie en met het hele concept van life cycle analysis denken. We willen nog heel graag verder met ons onderzoek en dat is dan aan de ene kant pyrolyse techniek verbeteren samen met de partners en aan de andere kant hebben we nog heel veel vragen over levenscyclusanalyse. Waar we graag in verder willen met mensen. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze altijd contact opnemen en dan kunnen we samen kijken of we een leuk onderzoeksproject kunnen doen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk als doel om naar een volledig circulaire en biobased economy te gaan.